tweede haartje. Hij zit lekker in zijn nest. Laat hem door naar staan, zo is het goed. Dames en heren, een applaus voor het goud-witte roodborst weidehaantje. En ik zal het even kort houden, het weidehaantje. Die zal mij assisteren, want ik ga wat vragen stellen om uw kennis over weidevogels te testen. En hij niet wat weet, dan leer hij misschien nog wat. Hij loopt rond met een paar foto's. Wie weet welke weidevogel dit is? Wat zegt u? Nou, enig idee. Niet zo bescheiden. Een mussen. Is dat goed? Nee, hij schudt van nee. Veldleeuwerik. Hij likte heel veel op, maar is het niet? Papagaaien. Het is geen mus, het is ook geen spreeuw. Geen van beide. Nou, roept u eens. Iemand? Tuurlier, zegt iemand. Nou, graspieper. Goed zo. Hier, nou. Tja. Een graspieper. Nu mag ik even iets heel ingewikkelds doen. Kijk maar of het lukt. En dat is herken het geluid. De boerenzwaluw. De boerenzwaluw, helemaal goed. Welke van deze volgende vogels is geen weidevogel? Gele kwikstaart, schoolekster, slokeend, tureluur, ooievaar, hulp of patrijs? Patrijs wordt hier gezegd. Slokeend wordt hier gezegd. Is dat goed? Nee. Ooievaar, zeggen die jonge lui daar. Is dat goed? Ja, de ooievaar. Is geen weidevogel. Ja, die had hier in de buurt om jullie op het verkeerd been te brengen. Dus wie weet wat er wat pullen zijn. Ik zou één ding zeggen, geen pulpier. Jonge kievieten, is dat goed? Ja, goed zo. Dan de laatste vraag, dacht ik. Ja. Welke maatregel hoort niet bij het stimuleren van weidevogels? Uitstellen van maaien, het vernatten van grasland, grasdras, in het voorjaar bijvoederen, gebruik van vaste mest of stroommest. Ja, die was te makkelijk. Klopt, hè? Ja, die beesten hoor je niet bij te voederen. Zo. Valt mij niet tegen, de gemiddelde kennis van weidevogels. En die mensen die stil waren, die hebben weer mooi wat bijgeleerd. Maar goed, ik loop even naar de wagen toe. Zit het er af? Naar onze bijdrage met een heleboel ervoor. En kijk wat erop. Kom maar aan, man. Hoi. Wat is dat? Stoppelhaan. Nou, dat is geen ijsje, maar overal. Nou, ik zal eens kijken. Blijf maar even zitten. Ik zal eens even hier... Oh, het papiertje is weg. Oh, grote god. Nou, dan moet je gewoon de kop er maar afhalen en dat doen ze niet eens. Dames en heren, Zaanse Boer 2019, Marcel Strijkvee. Ja, trek het ding maar niet. Misschien wil hem ook niet, maar... Oh. Hi, ik ben Marcel Strijdveen, ik ben 52 jaar. Ik kom uit Lierenrotheus, of liever nog gezegd Lierenbroek. Mooie polder in de gemeente Raalte. Ik ben op boerderij samen met Alice en vier kinderen van 8 tot en met 14 jaar. We hebben een melkveebedrijf met 120 koeien ongeveer en 2 melkrobots. En, ja, ik heb een passie voor weidevogels ontwikkeld sinds ik daar in het Lierenbroek woon. Ik doe het niet alleen natuurlijk. We hebben een heel stel agrariërs in het Lierenbroek. Waar we samen vol voor de weidevogels gaan. En nou, dat is juist het mooie, dat je daar samen voor gaat. En daar zijn we gewoon hartstikke druk mee. Ik heb het.
Gewoon een lieve hechtbeestje. Ja, we zijn aan de hond. Ja, maar je mag er wel afkomen, dan loop je even naar de Stefan. Ja. Ja, maar je hebt een heel veel. Stefan mag eerst even zijn kiel overdragen. Dit is een stukje maaien. En dan zo tussen bekeken. Ja, woensdag met oefen dit best goed, hè? Ja, dat is goed. Heet het? Ja, toen wel. Ja, dan mocht er ook helemaal achteraan lopen. Leo, wat dacht je ervan? Nou, het begint al aardig goed. Dat doet het. Hij moet natuurlijk nog een keer weer vaker beoefenen. Maar dat kan in de toekomst, kan in de rust, kan het goed maken. Dat zul je zien. Hij doet goed, zie je. Ik haal hem niet langer uit. Nee, dat netjes weer terug. Even met de grond een beetje opzetten. Hij heeft geklonken, man. Oh, dat is goed. Je zal nog wel zien, hoor. Nou, maar ik vind het mooi genoeg, hoor. Applaus. Als al onze boer bij vertegenwoordiger van de moderne agrarische sector. We zitten hier natuurlijk een beetje in een traditionele gebeurtenis. Maar tijdens de stoppelhalen vertegenwoordigen de landbouwer als moderne boer. Neemt ook deel aan het symposium. Ben daar bezig op donderdagmiddag. Dus op meerdere plekken ben je in beeld. Maar je bent ook ambassadeur van de Oogsthaven. Ja, dat klopt. Ik hoorde wat het Oogsthavenproject dit jaar was en ik moet zeggen dat ik dat gewoon wel een project vind. De Red Horse Company, die ken ik al, er komen heel veel mensen ook uit mijn dorp die eraan meedoen. En ik vind het een geweldig project. Die mensen zijn al heel lang bezig in de Filipijnen met huizen bouwen. Ze zeggen, we willen graag iets duurzaams achterlaten daar. En dat doe je met huizen, denk ik zeker. Die ook orkaanbestendig zijn, want het is wel een groot probleem daar. En wat ze dan dit jaar gaan doen is... voor de voeding van de mensen, want ze leven heel eenzijdige voedsel aan, van rijst en vis. En dan gaan ze een grote variant van de moestuin aanleggen. En daar gaan ze met het Oogsthavenproject gaan ze dat ondersteunen. Dus dat vind ik echt een hartstikke mooi initiatief. Ik wil jou als een stukje aanmoediging. Ik mag geen bier, ik moet eerst verdiend hebben. En lekkere salander. Een lekker broodje, kun je samen met Alice en de kinderen wat genieten. Een beetje afstel de stappelhanen, want er wordt heel veel van u verwacht. En ik weet niet, Alice, hoe zit hier nou? Kom maar even hier. Met stappelhanen wat er ook best wel, je moet hem gewoon inleveren. En met andere mensen begeleiding en die bepaalt wat er gebeurt. En af en toe maar wel eens meelopen en meekomt. Maar om alvast een steuntje in de rug. Een bosje bloemen voor jou, alsjeblieft. Dankjewel. Dames en heren, applaus voor Sanne's moeder, zijn vrouw, kinderen en anders ook. Ja, daar staan ze, met z'n vieren, hartstikke mooi, bij de trekker. En heb je een beetje zin in? Ja, ik heb er echt wel zin in. Ik klop de tip van Stefan gewoon in mijn oren, we moeten ervan genieten. Dus dat gaan we doen. Hartstikke mooi. Nou, dames en heren, er is wat pers aanwezig. Als iemand zegt van ik wil hem nog wat vragen, ga je gang. Ik sluit het hierbij af. Alvast bedankt. Top. Ja?